Voor alle kijkers en kijkertjes die nu pas deze zender hebben opgezocht, wijs ik op een gemiste kans. Zojuist was het de Sint-Nicolaas-intocht. Niet van 13 november dit jaar, maar de landelijke van 1999 vanuit deze stad. Dat is dus 11 jaar terug op ons levenspad. Er zijn nog genoeg kansen om de 95 minuten durende show alsnog te zien. Dus eerst de intocht en dan het Hattemjournaal nadien. Wat zijn eigenlijk de onderwerpen van deze week? Bakkerijmuseum laat roggebrood verleden zien. Expositie Sinterklaas geopend in het Anton Pieck Museum. Piet Hendricks valt in als bode in Hattem. Lilia Gabo schenkt aandacht aan 2 tentoonstellingen. En Hattemer landschapvrijwilligers helpen wildobservatiehut te bouwen. Zoals u de vorige week kon zien, heeft het Bakkerijmuseum een juffer voor de versierderij. Daarnaast toont men in originele setting een beschuit en een koekbakkerij. Wat kan die Fred onderhoudend over oude bakmethodes vertellen? En hij laat ze vaak ook nog van zeer bruikbare tips vergezellen. Dit is niet de vrouw van de bakker die we hier aan tafel zitten, maar dit is wat we noemen een joffer. Als de Sinterklaastijd was aangebroken, moesten de poppen versierd worden om ze goed aan de man te kunnen brengen. Zoals we hier zien, doet ze het met suikerglazuur. Dat waren de wat goedkopere poppen. Maar vroeger hadden we ook de traditie om dat met bladgoud te doen. Dat hebben we daar liggen. En bladgoud wordt de pop gebracht met een konijnenstaartje. Dus met het konijnenstaartje gaat men over het bladgoud heen. Dan wordt het bladgoud statisch en hecht aan het konijnenstaartje. En dan brengt ze het heel voorzichtig op de pop. En daar komt dus het woord koekvergulden vandaan. Dit is niet de vrouw van de bakker, dat heb ik al gezegd. Dit is een joffer. Als je nou een bakker was en je wilde de koeken goed verkopen, dan moesten ze versierd worden. Een heel secuur werkje. Dus de gegoede burgerij leende dan de jonge dochters uit. Die gingen allemaal naar de bakker en die hadden daar dan samen een koekverguldavond. Was heel gezellig. En dan maakten ze met elkaar, maakten ze veel plezier en ze vergulden ondertussen de poppen met suikerwerk. En dan kon je zien aan de joffers hoe de welgesteldheid van de bakker was. Als het nou een hele dure bakker was, dan waren de joffers ook uit een beter milieu. En als het een gewoon bakkertje was, dan waren het eenvoudige dames. Maar altijd ongetrouwd. Op deze speculaasplank is het Bakkerijmuseum bijzonder trots. Het is een plank uit 1851, het jaartal staat er ook in. En het geeft in deze periode van het jaar prachtig de legende weer van Sint-Nicolaas. Sint-Nicolaas is hier afgebeeld en naast Sint-Nicolaas staat een pekelvat. En in dat pekelvat zitten 3 kindertjes. In de tijd dat Sint-Nicolaas bisschop was, gaat het verhaal dat er een enorme hongersnood ontstond. En er was vooral een tekort aan vlees. De slager had het op een prachtige manier opgelost. Hij haalde weeskinderen die door niemand gemist werden van straat en probeerde ze in zijn slagerij te slachten en op pekelwater te zetten om zo als vlees te verkopen. Nou, de bisschop komt daar achter, is bijzonder boos en gaat dan naar de slager en redt dan 3 pekelkindjes. En vandaar dat Sint-Nicolaas altijd afgebeeld wordt met deze kinderen in de ton. Van de planken die vaak door marskramers gemaakt werden, of door de bakkers zelf in rustige tijden, maar vaak door marskramers, krijgen we langzaam maar zeker dat het allemaal wat sneller en wat beter moet. En hebben we hier een heel bijzonder apparaat staan. Dit is de eerste speculaasmachine. En wat is hier nou bijzonder aan? Dit is een speculaasmachine waar geen wals in zit, maar plankjes. De plankjes zijn nog van hout en kunnen zo door het apparaat roteren dat je speculaasafdrukken krijgt. Het grappige is, je kunt het ook nog een beetje zien aan de zijkant van het apparaat, deze machine is ontwikkeld door een fietsenmaker. En als u nou naar die ketting kijkt, dan kunt u zich daar misschien ook wel iets bij voorstellen. Die planken gaan eruit, het blijft heel erg kwetsbaar. En dan krijgen we de modernisatie en de walsen van metaal of van koper. En dan hoeft de bakker alleen nog maar te draaien, het deeg bovenin te voeren en de poppen vloeien vanzelf naar buiten. Ik heb u al verteld dat speculaasplanken eigenlijk een geschiedenisles waren. Maar er waren veel geliefde onderwerpen die goed verkochten. En dat wist de bakker ook. Bijvoorbeeld het koningshuis. Zoals deze plank, een hele oude plank van prinses Wilhelmina, toen ze nog geen koningin was. En dat liep bijzonder goed. Vooral in het jaar van haar kroning zien we overal in de bakkerijen planken voorkomen met prinses Wilhelmina erop. Dit is een meisjesportret met het haar al wel in een knoet. Dat schijnt voor kenners iets heel duidelijks te zijn. Een oude plank gemaakt van vruchtbomenhout. Alle planken die hier staan zijn gemaakt van vruchtbomenhout. Het barst niet snel en het is makkelijk te bewerken. Bijbelse voorstellingen.
Heel erg belangrijk. Mensen konden vaak niet lezen en niet schrijven en wilden toch graag iets van dat verhaal terugzien. Dit is een hele oude plank. Hij is niet bijzonder duidelijk, maar het is wel een belangrijke plank, want hier staan Adam en Eva onder de boom. En als u heel goed kijkt, dan ziet u de slang daar richting Eva kijken, zoals het verhaal gaat. En natuurlijk de kerstvoorstelling. Dat is een plank uit de 18e eeuw. Je kunt het ook zien aan de kleding. Maria en Jozef zijn gekleed in 18e eeuwse kledij. En het kinderke hier zo in de stal en de engelen en de ster erboven. Geliefde onderwerpen voor het gewone volk. In deze kast staat een omnibus, de voorloper van de koets. Mensen zagen het liefst taferelen uit het dagelijks leven. Dus de omnibus of een ruiter te paard, een appelmeisje of een karnster. Dat waren de onderwerpen die het best deden in de koekplankkunst. In een bakkerijmuseum kun je natuurlijk een aaneenschakeling van losse artikelen laten zien aan mensen. Zoals bijvoorbeeld zo'n vorm als deze, een roggebroodvorm. Maar het is vele malen leuker om te laten zien hoe de bakker daarmee werkte. En daarom is dit de hart van onze andere bakkerij, van onze grote bakkerij hier. We zien hier een roggebroodbakker. En die roggebroodbakker, die staat met zijn blote voeten in een trog. En dat is niet voor niets. Het gewone deeg werd met de handen gekneed, maar het roggedeeg is zwaar. Het is een heel ingewikkeld deeg om te kneden, dus daar moest de bakker zijn voeten bij gebruiken. De trog die de bakker daarvoor gebruikt, heeft dan ook een platte bodem. Normaal heeft een deegtrog een ronde bodem, omdat het deeg gerold moet worden tijdens het kneden. Maar in deze trog moet de bakker goed kunnen staan. Meestal werd er bovenaan het plafond een stok bevestigd voor het evenwicht. Dan gingen de schoenen uit en de sokken uit. De broekspijpen werden omhoog gerold. De deeg lag in de trog en dan werd er flink heen en weer gestampt. Een beetje de manier waarop druiven ook verwerkt worden. Hygiëne, ach, daar keek men niet zo nauw naar, want de trog is van hout. Nou, dat is al niet heel hygiënisch. En bakkers willen ons ook nooit vertellen of de voeten nou voor het kneden gewassen werden of juist na het kneden. In Hattem was een bakker die zei altijd, je moet ervan uitgaan dat als het deeg klaar was, waren de voeten meestal schoon. Als die bakker nou klaar was met kneden en de structuur van het deeg was goed, dan moest het in vorm. En daarvoor liggen hier overal die roggebroodvormen. Dus u moet zich voorstellen, het deeg wordt uit de trog gehaald, gaat in de vorm en dan wordt het flink aangedrukt. En dan zet je ze rechtop, daarom staan ze ook zo, rechtop in de oven. Dus ze stonden tegen elkaar in de oven. En roggebrood wordt niet gebakken, maar gesmoord. Dus als de takkenbossenoven die bakkers gebruiken, als die nou mooi op temperatuur was, ging eerst het brood erin, dan ging het banket erin en dan had die oven nog een bepaalde restwarmte. En dan schoof men op de zijkant de stukjes roggebrood tegen elkaar aan in de oven. Had die bakker dan nog een restant van het deeg over, dan smeerde die na het sluiten van de deur de oven luchtdicht af. En zo wordt roggebrood gaar gesmoord. Het is dus wat anders dan bakken. Uiteraard kon het Anton Pieck Museum niet achterblijven met het thema Sinterklaas. De opening werd gedaan door iemand die stond in 2008 op de voorpagina's. Omdat zij het gouden penseel had gewonnen. Nee, we gaan niet haar hele inleiding uitzenden. Dat is onbegonnen. We volstaan met enkele zinnen uit haar voordracht van bijna een uur. En we zeggen heel diplomatiek, kom maar gauw kijken in het museum van Anton Pieck. Allemaal op deze opening van de Sinterklaas tentoonstelling. De collega musea, ik heb ook oude bestuursleden gezien. En we hebben speciale gasten vanmiddag, dat zijn de kinderen. Groep 5 van de Van Heemstraschool. En natuurlijk hartelijk welkom voor Charlotte en haar man. En het is leuk dat jullie hier allemaal zijn. Hier hangen de schilderijen van Charlotte de Maton. En in 2008 won Charlotte een gouden penseel voor haar boek Sinterklaas. Want al deze schilderijen zijn gemaakt voor een boek. En ze zijn het boek met de schilderijen is dus nu in deze zaal te zien. We zijn heel blij dat het hier hangt, haar werk, met het verhaal van Sinterklaas. Als het om de traditionele ouderwetse Sinterklaas gaat, kunnen we natuurlijk bij Anton Pieck terecht. Anton Pieck, we hebben enkele werken van Pieck over Sinterklaas in de zaal hiernaast gehangen. Een kleine selectie van zijn werk.
Maar je had genoeg gepraat. Het woord is nu aan Charlotte. Goedemiddag volwassenen. Zo. Nou, dames en heren, Sinterklaas, dat is nou het enige boek wat ik niet bedacht heb. Want dit boek, hè, zoiets maken, ik maak geen boeken, trouwens. Ik maak alleen de tekeningen. En dan knutselen andere mensen daar weer een boek van. Maar Sinterklaas en hoe die woont en hoe dat zit, dat kun je niet bedenken. Daarvoor moet je naar Spanje. Maar ik wist natuurlijk niet waar die man woonde. Dus toen dacht ik, weet je wat, kinderen schrijven wel eens een brief van Sinterklaas, toch? Ik dacht, nou, als jullie dat kunnen, kan ik het ook. Dus toen heb ik een papiertje genomen, zo'n papiertje waar je een brief op kunt schrijven. En dan heb ik hier geschreven, lieve Sinterklaas, comma, graag zou ik eens bij u op bezoek komen om alles te tekenen over u en de Pieten en zo. Lieve zoen, ik denk aan mij het schelen, ik wacht erop, Charlotte. En toen die brief opgevouwen, en waar doe je dan een brief in als die klaar is? Envelop. Absoluut, in een envelop. Dus zo'n envelop zo, en dan doe je hem daarin. En wat schrijf je er dan op eigenlijk? Voor Sint. Ja, inderdaad. Voor Sinterklaas. En waar naartoe? Spanje. Voilà, Spanje. En wat doe je dan nog meer? Wat doe je erop op ze? Ja, en toen dacht ik, wat zou nou toch een mooie postzegel voor Sinterklaas zijn? En toen naar de brievenbus. Dichtplakken natuurlijk, hè. De brievenbus, die is dan zo. En dat is dan ook weer een nare kwestie, want nou blijkt, die brievenbus heeft 2 gaatjes. Is Spanje dichtbij of ver weg? Ver weg. Ver weg, nou dat is hier. Dus daar ging die in. En toen moest ik heel lang wachten. Zeiden ze, je moet de trein nemen en die komt om 14:15 aan in Madrid. En toen kwam ik uit het station en ja, waar moet je dan zijn? Ze hadden niks gezegd. En ineens zag ik dit. Dus die bus was rood. Is er iemand die dat even wil rood maken, zo'n bus? Ja, zie je, dan komen de liefhebbers. Komt u maar, mevrouwtje. Zo. Ja, die bus even rood, maar kan ik niet tussen even doorvertellen? Ja, stukje zee en dan is hier weer zo'n muur en dat gaat dan hier weer verder zo. En dan ben je weer daar. Want dat wist ik ook niet, maar als Sinterklaas teruggaat, als jullie allemaal je cadeautjes hebben gekregen, hè, dat kan je hier zien, dan gaat hij weer terug naar Spanje. Zien jullie, dan zie je die boot zo, met of het nou mooi weer is of niet. Maakt niet uit. En toen was er iemand die zei, dat heb jij niet goed getekend. Die boot ligt veel te diep in het water. Ik zeg, nee, dat heb ik wel goed getekend. Want dat weet niemand. Maar wat doen ze? Voordat ze weer teruggaan naar Nederland, dan gaan ze met z'n allen naar de supermarkt om lekkere Hollandse dingen te halen. Ah, weten jullie misschien wat er in Holland wordt gemaakt en echt niet in Spanje? Wat is lekker op brood bijvoorbeeld, hebben ze niet in Spanje? Pindakaas, heel goed. Nog één Hollands ding? Fietssleutels. Ja. Nou nee, maar dat is heel goed, want de sleutel gaat mee, want het klopt. Op het land kun je het zien. Er zijn ook fietsen, dat zijn echte Hollandse fietsen. Die hebben ze ook meegenomen. Even kijken, ik weet er wel een paar te... Oh hier, hier staat er één bij school. En er zijn er nog meer, dat klopt. Dus, nou, en dan komt het, hè. Dan komt hij aan in Nederland. Nou, dat kennen jullie wel, dat is binnenkort weer zover. En dan komt er iets waar Sinterklaas eerst zei, eigenlijk vind ik niet dat je daarover moet hebben. Maar toen zei ik, Sinterklaas, die kinderen in Nederland, die zijn niet gek. En dat is dit. Als jullie Sinterklaas hebben gezien, dan gaat hij 's avonds naar zijn logeerhuis en daar is de avond van de inspectie der hulp Sinterklaas. Want jullie begrijpen wel dat Sinterklaas niet op één dag in Hattem en ook in Maastricht kan zijn. Nou, dames en heren, ik zal jullie even laten zien. Er zijn mensen die denken dat ze Sinterklaas kunnen spelen, maar dat kan toch echt niet hoor. De eerste was deze. Dat is helemaal niet Sinterklaas.
heeft een takkenboutenhoedje op, die heeft een zakje in de hand en er staat ook, ik ben Sinterklaas. En dan heeft ook nog een jurkje. Ja, dat kan helemaal niet goed wezen dit. Kruis hem weg, hè. Hartstikke dat zie. Ja, heel goed. Weg ermee, dat is één. En nu hebben we nummer 2, schrik niet, schrik niet. Ja, ja, maar dat weten we niet, hè, bij Sinterklaas. Nou, jongens en meisjes, schrik niet. Dat... Zo, weg ermee, heel goed. Zal ik dan eindigen met jullie even een goeie te tekenen? Ja. Nou, daar gaat hij dan. Alles was verkeerd, maar nu probeer ik. Ik weet niet of het lukt hoor, maar ik probeer in één keer goed. Dan moeten jullie hem wel met z'n allen kleuren, hè? En dat iedereen meedoet en niet iemand niet, hè? Zo, en dan heeft hij een staf. Hier zo dit, en dan met van die franje. Zo, en dan heeft hij, wat heeft hij aan? Weten jullie dat hij aan heeft? Een soort bloesje, maar dan een beetje dat uitgegroeid is, ja, ja. Dus dit is dan rood, hè? En dan zit hier nog zo'n randje, goud. Voor de mooie is dat. De staf is ook goud. En goud, absoluut, heel. Onder dat wit zit nog iets. En welke kleur is dat? Nee, weten jullie wat dat is? Dat is een broek. Alleen is die met sukken pijpen. Want dat is voor als die op zijn paard zit. Dankjewel, Cello. Heel goed geluisterd. En jullie zijn vast nog lang niet uitgeluisterd. Jullie mogen op school die mooie plaat kleuren. En hiermee is dan deze tentoonstelling geopend. Oh, ja. Dan kunnen we allemaal alle mooie platen gaan bekijken. Een klein cadeautje voor jou. Nou, dankjewel. Heel hartelijk bedankt. Even zoenen, dat hoort, ja. Hè. Bedankt. Ik heb na de middelbare school Rietveld Academie gedaan in Amsterdam. En dat duurde toen vijf jaar. De hele dag tekenen van 9 tot 4. Dus als je het dan na 5 jaar nog niet kunt, dan wordt het niks meer. Waar woont u? Haarlem. Haarlem. Maar daar kom ik niet vandaan hoor. Ik kom uit Frankrijk. Zo, even dit en dit. Nou, ik vind het prachtig. Nou, dat is wel aardig. Uit 1986 vonden wij nog historische opnames over het Hattemer gemeentehuis. En was Piet Hendricks, de spraakmakende figuur, verkleed in een gemeentebodenbuis. Het stond hem goed. Hij vervulde de taak met verven. Het leuke is dat nu komende beelden ons in gedachten door het oude Hattem doen zwerven. Het was een leuke promotie van Hattem. Maar de beelden zijn wel wat gedateerd. Het lijkt ons het beste dat TV Hattem, in gemeenteopdracht, deze film wat actualiseert. Het stadhuis van Hattem. Men heeft mij gevraagd om u hartelijk welkom te heten en het een en ander van de stad te laten zien en ook wat toe te lichten. Nou, Hattem heeft ongeveer 11.500 inwoners, ligt in de kop van Gelderland, langs de IJssel. En omdat het nogal een oude stad is, is er heel wat te zien en veel te vertellen. Maar ja, ik moet het nogal beknopt houden, want ik heb meer te doen en mijn gewone werk gaat voor, nietwaar?
Nou, daar gaat hij dan. In 1533 moest de gemeente voor dit pand 7 goudguldens betalen aan het Heilige Geest gasthuis. Later kwamen er nog panden bij. Dit bijvoorbeeld, dat oorspronkelijk werd gebruikt door de Vierschaar. Dat wil zeggen de rechtbank van de schout en later werd ingericht als waag. Maar Hattem zelf is al ouder. De eerste geschriften dateren uit 891. Uit papieren blijkt dat Hattem hoogstwaarschijnlijk is ontstaan bij de Gaatberg bij de Waa. Dat is vermoedelijk een oude arm van de IJssel. Dit punt is ook dicht bij de oude handelsroute, de Hessenweg. Een ideaal punt voor een nederzetting. Hattem werd dan ook een van de bekende Hanzesteden. Later werd Hattem door de bouw van de verdedigingswerken een bijna niet te nemen vesting. Gelukkig maar, want er is hier in de omgeving nogal wat strijd geleverd. Inmiddels is het grootste deel van de stadsmuren verdwenen, maar door opgravingen zijn de plaatsen hiervan weer teruggevonden. Door de lange geschiedenis van Hattem zijn er erg veel monumenten. Wij bevinden ons thans bij de reeds eerder genoemde resten van de stadsmuur met de gracht eromheen. En in die stadsmuur bevindt zich het welbekende Dadelspoortje, genoemd naar Willem Herman Daendels. Die had nogal veel ruzie met stadhouder Willem de Vijfde en schaakte bovendien nog diens dochter. Maar hij bracht het later toch nog tot gouverneur-generaal van Indië. De grote kerk is kenmerkend voor het silhouet van de stad Hattem en is sinds 1972 beschermd stadsgezicht. De kerk is in 3 bouwstijlen opgetrokken, te weten Romaans, Gotisch en Renaissance. Duidelijk zichtbaar is dat veel historische panden prachtig zijn gerestaureerd. Dat is voor een groot deel te danken aan de stichting Stadskern Hattem die deze restauraties bevordert. Een mooi initiatief. Het Daendelshuis werd vroeger bewoond door de familie Daendels. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Ook hier vallen de verschillende bouwstijlen weer op. Let u vooral op de golvende lijn aan het eind van de zijgevel. Dit is kenmerkend voor de Gelderse architectuur uit de 16e en het begin van de 17e eeuw. Een naam die meer doet vermoeden dan dat er werkelijk bij aan de hand is, is het pand der liefde. We denken dat die naam ontstaan is door het liefdevolle werk van de bewoonsters onder de Hattemse pestleiders. We hebben het al gehad over het Daendelshuis. Dat is een perceel waar erg veel verenigingen uit Hattem onderdak vinden. Maar dat is ook het geval bij de Franse school. Een historisch pand met daarnaast een kruidentuin waar alle inwoners van de stad Hattem onder bepaalde voorwaarden hun kruiden mogen knippen. Hebben verschillende verenigingen hun domicilie. Ook op cultureel gebied heeft Hattem veel te bieden. Kijk maar eens naar het Bakkerijmuseum, waar nog wekelijks het bakken van houtoverbrood wordt gedemonstreerd. Thank you.
is het Voerman-huis dat samen met het Streekmuseum en het prachtige Anton Pieckmuseum een geweldige publiekstrekker vormt. Voermanhuis zoveel publiek trekt is begrijpelijk. De beelden die deze schilder op zijn doeken vastlegde zijn zo verbonden met Hattem en omstreken dat je als bezoeker van Hattem bijna verplicht bent om ook de historische beelden van deze schilder te gaan bekijken. Jan Voerman, Jan Voerman junior dus, was eveneens schilder en tekenaar. Ook van hem zijn hier werken te zien. Maar de meeste bekendheid verkreeg hij als tekenaar van de befaamde Verkade-albums. Achter het Voermanhuis is het Anton Pieckmuseum gevestigd. Dit ter ere van de tekenaar die internationale faam verkreeg en nog steeds verkrijgt door zijn vele nostalgische prenten. Maar dat is echt niet het enige dat hij kan. De korenmolen heeft vroeger een belangrijke rol gespeeld. Hier vond de basisverwerking plaats voor het dagelijks brood. De molen werd in 1985 gerestaureerd. De gehele voorziening van levensmiddelen en allerlei andere levensbehoeften is optimaal in Hattem. Er is een uitgebreid assortiment winkels, maar daarbuiten is er ook nog een wekelijkse warenmarkt die zowel 's winters als 's zomers klanten genoeg trekt. Hattem heeft vele voordelen als woon- en leefgemeente. Dat blijkt alweer uit het feit dat zoveel belangrijke adressen dicht bij elkaar zijn gelegen. In het centrum rond de kerk. In het stadhuis zijn tot 20 december schilderijen van Lilia Gabo te zien. En nog veel meer bovendien. Haar tentoonstelling heet Kastelen in de Zomer. U weet wel, dat seizoen, dat maakt je wat lomer. Hebben we ook al de expositie van Leon Bakst genoemd? Die schilder is echt wereldberoemd. Volgens Lilia kunnen we van deze kunstenaar niet genoeg weten. Na haar uitleg zullen we hem niet vergeten. U houdt een tentoonstelling hier, hè? Ja, ik doe het tweede keer. Vorig jaar heb ik het ook gedaan. Het was erg interessant. Ik heb erg veel reacties van de mensen uit Hattem gekregen. En het is altijd plezierig om te laten zien wat ik doe.
en horen. Wat is het goed, wat is het slecht. Staat uw atelier hier ook op? Of? Dat hier staat voor en dat is het huisje aan de muur of op de muur op de Adelaarshoek. En van deze atelier kan ik zo abris van de daken gezien. En dat, deze begin, inspireerde me verder alles over Hattem vertellen. U hebt rechts dat gesigneerd. Wat houdt dat in, die naam? Mijn naam is Lilia Gabo en in de Russische taal, met Russische letters, met Cyrillische letters, dat staat L, G, A, B, O, Gabo. Houdt het schilderij in? In mei, juni was ik in Duitsland en het was prachtig weer op dit moment. En het was erg veel, erg interessante oude kastelen rondom. En inspireerde me bepaalde serie maken wat ik heet Kastelen in de Zomer. En ik heb het oude kastelen gemaakt door bloemen meestal. En dat was, voor mij dat was erg interessante effect. Welke kerk is dat? Dat is de Sint-Andreaskerk, die zit precies in het hartje van Hattem. En ik heb het tamelijk lang tijd gedaan om te schilderen en besteden. Omdat het eerste, ik vind deze kerk ontzettend interessant. En het tweede, dat gebeurt het ontzettend moeilijk te schilderen. En vooraf, niet omdat alle deze bogen, maar wegens de plafond. De plafond in dit kerk is echt iets bijzonders. Ik heb het nergens in Nederland zo'n plafond gezien heb. Omdat alle deze bogen, nervuren, wij noemen het in architectuur, jij gaat niet helemaal regelmatig van één kant naar andere, maar jij ontmoet elkaar in 3, 4 verschillende plekjes. En dat was ontzettend moeilijk te doen, maar tenslotte, het lukt me. En ik denk dat, misschien dat het niet zo spectabel als deze Hattem. Maar ik vind het erg interessant interieur tenminste. Daarom wil ik jullie laten zien. U hebt daar allemaal schilderijen. Het lijkt wel een serie. Waarom hebt u dat geschilderd? Nou ja, het eerste, ik kan zeggen dat was altijd mijn droom. Ergens in Amsterdam schilderen. Maar het lukte niet altijd zo. Alleen deze zomer, het lukte me omdat wij woonden in Amsterdam in het huis van onze zoon. En ik kan bijna elke dag naar het centrum gaan en daar schilderen. En ik heb het ontzettend grote plezier gekregen. Bijvoorbeeld, deze is op de Keizergracht gedaan. Dat is het op de Begijnhof gedaan. Ook prachtig plaats. En deze twee schilderijen heb ik op de Herengrachten gedaan. Wat wilt u bereiken met dit schilderij of met deze schilderijen? Nou, ik wil alleen maar zeggen dat Leon Bakst is volgens mij bijna niet bekend in Nederland. En ik wil door deze kleine tentoonstelling Hattems publiek kennis maken met zo erg beroemde en erg interessante kostuumontwerper en schilder die werkte in het begin van de 20e eeuw in Parijs. En misschien Hattemse publiek zal de eerste zijn die in de 21e eeuw hier in Nederland ook kan kennis maken. Misschien door mijn replica's, wat ik heb hier geëxposeerd. Thank you.
Wist u dat de Dellen vroeger van Hattem waren? Of beter gezegd, van Daandels waren? Het Gelders landschap beheert nu de miljoenen centiaren. Maar dat kan niet zonder de hulp van de Hattemer, maar dan als volontair. Daarbij wordt hard gewerkt aan passend meubilair. Tevens neemt men een stukje geschiedenis mee, maar dat is secundair. Zaterdag 16 oktober gingen onder andere de landschapvrijwilligersgroepen uit Oldebroek en Hattem aan het werk in de Dellen om te starten met een wel heel bijzonder project. Het gebied zoals het er nu uitziet is in het bezit van het Gelders landschap sinds 1929, zijnde de eerste aankoop van de net opgerichte stichting en kent zijn oorsprong in de 18e eeuw. Over de met vooral meheidig begroeide Dellen liepen twee belangrijke handelswegen. De Hessenweg van Zwolle naar Amersfoort en de Hansenweg van Elburg naar Deventer. Op de kruising van deze wegen lag een herberg, gebouwd in 1785 en inmiddels verdwenen. Del is afgeleid van Del, een laagte in verder vrij vlak terrein. Patriottengeneraal Harmen Willem Daandels, afkomstig uit Hattem, wilde de heide ontginnen en schapen fokken. Hij bouwde een buitenhuis ongeveer een kilometer oostelijk van de herberg. Het huis is inmiddels verdwenen, evenals de oude herberg, maar de omgeving van het huis wordt nog steeds het erf van Daandels genoemd. De landbouwvestiging op deze voedselarme gronden werd geen succes, omdat er een tekort was aan dierlijke mest en men nog geen kunstmest kende. In 1851 werd de beroemde weerkundige professor Buys Ballot eigenaar. Hij beboste dit gebied grotendeels. Zijn zoon experimenteerde met het gebruik van uitheemse boomsoorten. Met een landschappelijke aanleg met rechte en gebogen lanen en met kleine en grote heideveldjes te midden van bos. Na zijn overlijden is hij op de Dellen begraven in de graftombe op de heide. Hans Tjonk, opzichter van de Noord-Veluwe, vertelt wat er gaat gebeuren op de plek van de oude herberg. We zijn hier, ik zal even vertellen waar we zijn, wat we gaan doen en waarom we het gaan doen. We zijn hier op de plek de oude herberg. Hier heeft op deze weg waar ik sta, dat is een oude handelsweg, oude postweg geweest, heeft hier het posthuis gestaan, annex herberg. Om 1900 heeft hier nog een herberg gestaan. Dat kun je ook zien aan de beplanting. Oude lindenbomen die hier nog staan, die geven aan dat hier bebouwing is geweest. Nou, dat posthuis heeft hier niet voor niks gestaan, want het was een handelsweg. Men kwam hier langs, er waren niet zoveel wegen op de Veluwe zoals nu. Het was een oude handelsweg, men kwam hier langs met postkoets. Je ging even naar binnen, er was misschien wel post voor je. Je paard kon je stallen op deze akker, want die akker was er toen ook al. En je kon wat nuttigen en de herbergier die hier woonde verzorgde dat samen met zijn vrouw. Nou, die plek, dat is een cultuurhistorische plek, die is ook heel duidelijk herkenbaar in het veld door een aarden wal die hier omheen ligt. Die beschermde deze bijzondere plek. Want je kunt zich voorstellen, dit is een plek geweest die midden op de heide lag. We liepen net door het bos, maar deze plek heeft midden op de hei gelegen. Dus die aarden wal was bedoeld om deze plek af te schermen van die hei en daarbinnen om het daar wat vruchtbaarder te houden. Vandaar deze wildweide of akker die toen nog als akker werd bewerkt. Wildweide, dat is het nu, dat is duidelijk te zien. Volop wilde zwijnen die hier vroeten. En dat is een van de redenen dat we hier vandaag zijn. We hebben een mooi project gekregen namens de provincie Gelderland om op deze locatie een wildobservatieplek te maken. We hebben net al gezien op het pad, veel wildsporen, maar je ziet weinig wild. En dat is ook de reactie die wij veel horen van mensen die hier wandelen. En mensen willen toch steeds meer wild gaan zien. Nou, dat is de reden dat we op deze plek een wildobservatiehut gaan maken. Wat houdt dat in? In het bos, in het Douglasbos daarachter, gaan we begin 2011 een hut bouwen waar 30, 35 personen in kunnen. En de plek hier is bedoeld voor het zien van wild. Het wild wil hier graag komen. Dit is een vaste plek waar nou, onder andere hertenbons zich afspeelt. Maar ook wilde zwijnen vinden hier hun voedsel, reeën. En ook wel dassen komen hier, dus het is een plek die bekend is bij de dieren. Nou, dat is ook de plek juist omdat we hier gaan zitten met die hut. En ja, om die plek nog wat meer in het zicht te brengen, hebben jullie hulp nodig. Want deze plek is aardig dicht gegroeid hier rondomheen. Dus we willen deze plek wat openkappen, zodat het wat overzichtelijker wordt. Ook vanuit die hut gezien, naar deze plek om de dieren te fotograferen of te zien.
En ik denk dat als we hier een uurtje of drie met een groot getal hier aan de gang zijn, dan zullen we zien dat het al een heel ander beeld gaat geven. De bedoeling is dat we de opslag, de natuurlijke opslag die hier rondomheen gaan afzetten. Dat betekent dat we die omzagen, zo kort mogelijk bij de grond. Er is weinig klein spul wat gespaard kan blijven, dus denk niet van nou mag ik nou wel dit dennetje of dit berkje of zelfs coniferen, want er staan nog een paar hele bijzondere coniferen, die zijn bewust geplant vroeger. En ook die zaaien zich uit, maar ook die wil ik zoveel mogelijk weg hebben. Dus ik wil het hier wat transparanter krijgen, zodat de plek wat groter wordt en overzichtelijker vanuit die hut straks. Wij werken al bijna 20 jaar met vrijwilligers in het buitengebied. En dat is een gewenning geworden. En dat is van twee kanten een hele goede samenwerking. En daar maak ik graag gebruik van. Emily, je bent de enige vrouw. Volgens mij wel. Vandaag? Ja. Is dit echt mannenwerk of niet? Ja, nee, tuurlijk niet. Het is gewoon heerlijk lekker in de bos met elkaar. En dan iets betekenen voor de samenleving. We hebben gedacht van nou, wat voor een. Er zijn meerdere wildobservatiehutten. Denk aan het Kronemijn, Hoge Veluwe. En zo willen wij ook onze eigen ideeën loslaten. En we hebben gedacht van nou, wat is een goed idee? En we hebben gevraagd of Larenstein, Hogeschool Larenstein in Velp, wil meedenken met zijn studenten om tot een goed ontwerp te komen voor deze plek. Dus zij zijn nu druk aan het denken, aan het tekenen, aan het schetsen en komen met een voorstel naar ons. En wij maken de keuze uit een van die voorstellen en die wordt hier gerealiseerd. Goed te weten, deze plek is niet vrij toegankelijk. Dit gebied ligt in de uitbreiding van het ministerie van Defensie. Dat betekent dat van maandag tot vrijdag deze bossen afgesloten zijn in verband met schietoefeningen en voor de veiligheid van het publiek. Dat deze plek hier ligt heeft als voordeel dat het wild heel graag in dit gebied komt, omdat het dus afgesloten is voor het publiek. Anderzijds, de toegang tot deze hut is onder begeleiding van ons. Dus we gaan in de avond of in de vroege ochtenduren onder begeleiding naar deze plek toe. Dus het is niet vrij toegankelijk om hier alleen te gaan zitten. Hier komen we op de plek waar we gaan bouwen. Van hieruit is straks het zicht op die weide en daar kunnen we dan het wild zien. Dus dat is de reden ook dat deze sparren, deze Douglas sparren, die hiervoor staan, al die jonge boompjes, weg moeten. Want het beeld moet natuurlijk wel goed zichtbaar zijn op die akker. Dus vandaar dat deze vrijwilligers hier nu druk mee zijn. Verder zien we nog een aantal bomen met groene stippen. Nou, die gaan we zelf met professionele mensen kappen. Om ook een transparant beeld te geven op deze weide. Dat is ook een Als je om je heen kijkt, het is niet alleen de productie en het werk waar ik het over had, maar ook de gezelligheid met elkaar. De groepen kennen elkaar al jaren en ook buiten het vrijwilligerswerk om zijn er ook heel veel sociale contacten. Maar je merkt hier gewoon dat de mensen er plezier in hebben en dat is ook een belangrijk aspect. En proost! Wat is hier nou gebeurd? We hebben hier diverse bomen omgezaagd om ruimte te maken voor de
voor de hut, voor de hulpobservatiehut. Ja? En de vrijwilligers hebben hier de onderbegroeiing al weggehaald. En wij zelf, en doen in eigen beheer, zagen we de grotere bomen om. Het is meer specialistische werk. Zoals meestal rond deze tijd zeggen we weer door de onderwerpen heen te zijn. Maar dat betekent geen einde aan het Sint-Nicolaasfestijn. Jullie krijgen de volgende keer nog minimaal 3 onderwerpen over de Goedheiligman. Sint komt bijvoorbeeld nog bij de familie van de stoep. Vertel dat maar aan jullie achterban. Ik hoop dat we u in de stemming hebben gebracht om veel te gaan rijmen. www.rijmwoorden.nl is een handige site. Maar niet verder vertellen, want dat is een van onze bedrijfsgeheimen.